Een aantal politieke partijen maken zich zorgen over de overlast in de binnenstad. Wij spraken hierover met VVD-fractievoorzitter Ans Dukesnooi. Wat er aan de hand is, is dat wij van ondernemers, maar ook van bewoners hier uit de straat, niet alleen uit de Westlaarsestraat, maar ook de Vleestraat en de Kerkstraat, klachten krijgen dat er steeds meer overlast is door met name, volgens mensen die ons dat aangegeven hebben, met name bezoekers van de coffeeshops. Bovendien is het zo dat hier de Westlaarsestraat, die wordt straks frequent gebruikt door bezoekers van de parkeergarage die zo meteen open gaat. En wij maken ons daar zorgen over. Wij willen dat mensen hier onbelemmerd in en uit de stad kunnen lopen, dat het er mooi uitziet, dat mensen geen overlast ondervinden. En daarom hebben de Partij van de Burgers, de VVD en het CDA samen die vragen gesteld. En we hebben vragen aan het college gesteld van of dat het college ook onze zorgen deelt, of dat het college zorgt dat er meer handhaving plaats gaat vinden en of er genoeg handhaving is. En we vragen ook aandacht om het netjes houden van de straten, zorgen dat er geen rommel ligt, zodat mensen die uit de parkeergarage komen echt frank en vrij de stad in en uit kunnen en ook blij zijn dat het zo mooi hier is.